En nu! Nu gaat het gebeuren. We hebben verschillende prijzen die we gaan uitreiken vandaag, dames en heren. En de eerste categorie die aan de beurt is, is de Best Music Video. Voor de Best Music Video zijn op 26 juli, jongstleden, een aantal deskundige videodeskundigheden, dus een grootheden in de videowereld bij elkaar gekomen. En ze hebben de video's, de muziekvideo's die geproduceerd zijn door de componisten beoordeeld. Daaruit is er een winnaar gekomen. Belangrijk dat we weten wie de jury is. Ja, want ze hebben de verantwoordelijkheid genomen, ze hebben de job gedaan. En mag u vertellen dat op 26 juli 2024 bij elkaar zijn gekomen Vernon Fredison, Vanisha Salamat, Sander Kumal, Rafael Jans en Erik Revos om te bepalen welke videoclip in 2024 wordt uitgeroepen tot de beste videoclip van Suriname. De videojury zit u niet, het is donker, maar ze zit aan de rechterkant van de zaal. Wij hebben vandaag de enige dame die in de videojury zat gevraagd om ons te assisteren bij de uitreiking van de prijs. Mag ik Vanisha Salaman uitnodigen om naar voren te komen om de prijs uit te reiken voor de beste muziekvideo. Vanisha. En wat is de prijs? Een check ter waarde van 30.000 SRD. Heb jij de uitslag? Heb jij de uitslag? Je hebt de afloop. Oké, ga je voor me openmaken. De deskundige jury heeft bepaald dat de volgende videoclip de beste is van de 12 die wij de afgelopen tijden hebben gepresenteerd. Goed, de uitslag is bekend, Vanisha heeft me verteld. Mag ik de componist hun aandacht? Want nu komt de winnaar van de beste muziekvideo. Begint u een applaus te geven voor Milo Bibom, Festia en Dexter. Dixon, u heeft het verhaal gehoord. Vanaf ze klein meisje heeft ze gedroomd over meedoen aan Suripop. De eerste keer dat ze meedoet en ze valt al direct in de prijzen met de beste prachtige clip. Milo Bibom, Festian, gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel, Vanisha. Fassien, geniet van je winst. Alvast iets op zak, hè? 30.000 SRD. Traditiegetrouw, dames en heren, zullen wij vandaag ook presenteren het winnend lied van de vorige Suripop, Suripop 2021. Ze is er om die geweldige song weer aan u te presenteren. Op ditzelfde podium, Naomi Sastra! Ja, Mide! Te noe te le chavi te.
Vragen om te blijven staan, dames en heren, dat was Naomi Sastra met het nummer van Denise en Rudy Fernand, de winnaar van Jury Pop 2022, Jamide. En vandaag heeft ze laten zien waarom ze anderhalf jaar geleden deze prijs in de wacht heeft gesleept. Naomi Sastra, dames en heren. We hebben nog meer prijzen uit te reiken. We hebben gemeend ook een prijs te geven aan de Best Performance of the Night. Laat me direct erbij vertellen dat wanneer een zanger
straks de prijs krijgt Best Performance, het niets te maken heeft met de uitslag, de uiteindelijke uitslag van de beste compositie. Het gaat alleen om zijn of haar performance vandaag hier on stage. Zoals we al vaker hebben gezegd, zijn de vocalisten on stage slechts de vertolker van de compositie. Maar ze leven natuurlijk ook wel een performance op zich. Ze zijn individuele artiesten. En daarvoor worden ze vandaag beloond. Ik heb hier een envelop met de uitslag. En we gaan dus nu aan u bekendmaken wie er met de prijs vandoor gaat van de beste performance. En de beste performance uitgeroepen door de jury van vanavond. True Lobby, Cyril Cyrila Macy, Kenya Domini en Jolis Dami. Mogen wij Kenya en Janelle uitroepen op het podium om hun prijs in ontvangst te nemen? Het gaat om jullie performance. Kenya en Janelle, jullie zijn uitgeroepen door de jury tot de beste performance van vanavond. Komen jullie maar naar voren. Jullie krijgen je prijs uitgereikt door Naomi Sastra. Ja, er is wel maar één award. Dat is wel een beetje lastig, maar dat moeten ze het al ene week, om de ene week elkaar eettafel plaatsen, zodat we kunnen genieten ervan. Goed, de Best Performance optreden heeft ook een sponsoringsprijs gekregen, namelijk een e-bike. Dus die moeten ze ook aan hun hand doen. Ik zie ze al door de stad rijden. Jij achterop en hij achter het stuur. Ja, ze hebben niet gekregen van Aima, dat is ook onze, een van onze nieuwe sponsors deze keer. En dus is de e-bike. Ja, luister, als ze nu al eenmaal aan elkaar verbonden zijn met dit nummer, dan gaan ze ook de e-bike moeten delen. Gefeliciteerd! Een hartelijk applaus, dames en heren, voor de best performers van vanavond. Dankjewel Naomi voor het uitreiken van de prijs. En de spanning stijgt, we naderen het einde. We naderen de uitslag van Suripop 2024. We zijn er. Er is eigenlijk niks meer te doen vanavond behalve de top 3 bekendmaken. Goed, ik ga de vertegenwoordiger van de jury vragen om de enveloppes voor me te brengen. Het is namelijk ook de bedoeling dat we om de prijsuitreiking bekend te maken, we alle componisten zullen uitnodigen op het podium. Mag ik alle componisten van vanavond, nummer 1 tot en met nummer 12, uitnodigen op het podium voor de bekendmaking van de nummer 3, 2 en daarna 1. Hier is de derde prijs. Dames en heren, ik zal dit tussendoor doen terwijl de componisten op het podium komen. U was vroeg in de zaal omdat we hadden aangekondigd dat we een geweldige pre-show zouden hebben. Ik weet zeker dat u heeft genoten. Want als je vroeg bent voor Suripop, dan is het nog wel wachten. Maar nee, ook daarin hebben wij voorzien een geweldige show van Rodney Deetman en DJ Pirambi. Ze hebben het publiek aangenaam bezighouden en ik weet dat u heeft genoten. Rodney Deetman heeft ook een geweldige bijdrage geleverd bij de voice-over. U hoorde zijn stem steeds. Wel, Rodney, thank you! Zo, even checken als alle 12 componisten. Mag ik een applaus, dames en heren? Kom op. Deze mensen hebben zich uitgesloten in de afgelopen jaar. Ja, dat verdient wel een applaus, toch? Zijn jullie er met z'n 12 allemaal? Zijn jullie er klaar voor? Oké. Dames en heren. Heb je de envelop al open, Odette? Ik even kijken. Ja, dat bedoel ik. Maak de juiste envelop open waarin staat nummer 3. Ja, oké. Okay. Je mag het openmaken. En dan ben jij de eerste vanavond die weet welk lied op de derde plaats is geëindigd. Dames en heren, op de derde plaats van Suripop 2024 is geëindigd. Lied nummer 5, Brocati van Arantes Forster, dames en heren, met een totaal van 200.
prijs aan Arantes Forge. Je mag in het midden staan voor jouw prijs die overhandigd wordt. We nodigen de voorzitter van de jury uit. Ja, waar is hij? De Ivor Mitchell. Mitchell. Om de prijs uit te reiken aan de derde plaats. Ivor Mitchell. Waar is Ivor Mitchell? Hij moet de prijs uitreiken aan de nummer 3, Arantes Forster. Ivor, kom op, Arantes wacht op zijn prijs. Ja, zo. Beastman Ivor. De derde prijs die krijgt een bedrag van 25.000 SRD, maar ook nog veel meer dan dat. Gefeliciteerd. En natuurlijk ook derde prijs. Dankjewel, Arantes. Mag weer even gaan staan op je plek. Dan gaan we naar de semi-kampioen. De semi-kampioen. Weet u, het is zo moeilijk geweest, want laten we eerlijk zijn. Wat we vandaag hebben gezien hier op dit podium, daar mogen wij als Suriname trots op zijn dat we dit kunnen presenteren, dat we dit kunnen bieden op het gebied van muziek. Al die nummers waren zo sterk vandaag, echt waar. Moeilijke dag voor de jury, maar ze zijn erdoor. Want nu gaan we bekendmaken het lied dat is geëindigd op de tweede plaats, nummer 2. Voor de tweede keer in de prijzen vandaag, True Lobby van Cyril Lanezi. True Lobby op de tweede plaats in Cinepark 2024. Mogen we mevrouw Cameron, mevrouw van Weiland Frank Cameron, uitnodigen om de prijs te overhandigen. Cyril, take your stand, center stage. De semi-kampioen. Mevrouw Cameron, u heeft de eer vandaag om de trofee te overhandigen aan onze semi-kampioen. Succes, hè? Het allerbeste. En hij krijgt ook een cheque van 40.000 SRD. Wie komt hier in het midden staan van het podium als nummer 1? De winnaar of winnares van Suripop 2024. Zullen we het doen met onze nummer 1? Gaat u me helpen? Begint u dan, nummer 1. Geweldig. U heeft geopend voor u naar de Andy Nasty Sporthal. Maar niemand kan het zoals jij, Henk. Laten we eerlijk zijn. Ja, toch? Goed. Nummer 1! Nummer 1, nummer 1! Nummer 1, nummer 1! Nummer 1, 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 de overhandiging van de prijs aan de mensen van Panza. Meneer Panza komt persoonlijk. En voor de eerste prijs een bedrag van 75.000 SRD. En nu het grote moment. Odette, als jij het niet vasthoudt, dan gaat het trofee in ontvangst. Ja, ik ga het vasthouden zodat Bestien de trofee in ontvangst kan nemen. Heer
Panza, mag u uitnodigen. De trofee overhandigen nu aan de prijsuitreiking. Zo, Rudy mag de trofee vasthouden voor de tweede keer in een jaar. Alleen deze keer geeft hij hem af aan Bastiana Dixon, de winnaar van Suriba 2024, dames en heren. Zo, een hartelijk applaus, dames en heren, voor de winnaars van vanavond. En natuurlijk ook voor de rest van de componisten die hebben deelgenomen aan Suripop 2024. De bijdrage van deze 9 overige bijzondere getalenteerde Surinamers zullen deze 2024 Suripop editie tot een onvergetelijke maken. Een hartelijk applaus. Dat was het voor uw winnaars. Dank u wel. Willen we één blijven staan? Zo, Bastien, we gaan jouw vocalisten uitnodigen zodat je samen kan genieten met hun van het live optreden van jouw winnend nummer, Mi Lobby Pong. Bye.
Dames en heren, u was weer een fantastisch publiek vanavond. We hopen dat u genoten heeft van deze editie van Suripop 2024. En rekenen erop dat u ons blijft volgen, want we hebben nog meer voor u in petto. Heel veel in petto, want u heeft gemerkt de laatste tijd, hadden we Moedernachtshow, hadden we de Kerstshow en de Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur, de organisator van Suripop, heeft veel meer in petto voor de toekomst. Bedankt! Allemaal, wel thuis, Sribi Schwindi en tot over 2 jaar. Dit was Suripop 2024. Goedenavond. Zo, we gaan de winnaar proberen te spreken. Jeff? De media mensen. De nummer 1, 2 en 3 die gaan zo meteen op het podium. Klaarstaan voor jullie, zodat jullie ze kunnen spreken. We gaan hier aan de rechts van mij hier. Ik zei het al eerder, dit was mijn kinderdroom. En dat het gewoon gerealiseerd is, ik heb er geen woorden voor. Ik ben heel dankbaar. Still going strong, heel sportief en we blijven positief. Fans, schoolkinderen, iedereen, als je een droom hebt, ga ervoor. Never give up, still going strong. Yes. A champ is still a champ. Doen jullie volgend jaar mee? Doe jij niet mee? Verrassing, verrassing. We gaan erover nadenken. Ja. Een hele mooie avond en kom, ja boy, verrassend. Iedereen is gekomen om er het beste van te maken. En ja, 12, om binnen de 12 toch in de top 3 te vallen is een prestatie. Ja man. Maar allemaal sterke nummers, sterke zangers. Absoluut. Absoluut. Is dit een inspiratie voor je song? Voor Milobi Bong zelf. Milobi Bong is eigenlijk geschreven. Het is, Milobi Bong symboliseert een liefdesrelatie. En eigenlijk wat ik probeerde te zeggen is dat ware liefde op zijn kijk komt. We kunnen teleurstellingen op het pad van liefde tegenkomen. But never give up on love. Altijd een kans geven, jezelf openstellen. Niet verbitterd raken door het verleden en ook niet het verleden dragen naar je heden. En indien je dan in een relatie terechtkomt waar er genuine love is, moet de verzorging dan wederzijds geschieden. Dat is wat er aan Milobi Bong. En die stijl, die vibe, waar kan dat vandaan? Zo, ik ben iemand, ik hou van Broadway en Disney. Dus ik heb dan een mix daarvan gemaakt om dan eigenlijk een unicum te vormen in die compositie. En ik denk dat de reden ook is waarom men het ook zo apart vond en bijzonder. Thank you. Ja, Suripop is het grootste muziekplatform. Suripop is het grootste muziekplatform binnen Suriname. En ik denk dat het goed is als schrijver, artiest, ook je kunnen te tonen op dit platform. Omdat je zo laat zien dat je bij de beste hoort. En dat je in feite die kwaliteiten bezit. Oké, is het uw eigen verhaal waarom u geschreven heeft? Of is het iemand anders? Het is deels mijn verhaal. Deels. Yes. Ik moest er ook een People's Choice Award zijn, hoor. Wat u zelf opstelt te brengen met de nummer. Ja, dat klopt helemaal. Maar u blijft er niet bij de pakken neerzitten. Wat gaat u doen met de
een soortgelijk papiertje voor ons maken? Ja, sowieso. Kijk, ik ben muziek en weer hetzelfde aan de overkant. Ik zeg één ding. Waar ik nu ben beland met muziek, ik ben heel dankbaar. People Choice, bedankt voor je advies. I love it. We gaan door. We moeten door. Positief in het leven blijven. Want kijk, een kalme ziel redt alles. Kalmte zal je redden. Positiviteit is zeer belangrijk. Ga je aandacht geven aan negativiteit of wat voor potentie, intentie, de doel, plannen die je hebt met je lied. Want mijn intentie voor mijn lied is mensen bij elkaar brengen. En dat is true love. Love is the answer. Dit lied heeft mij ook laten zien dat het eigenlijk een accu is. Je hebt min en plus, maar je hebt beide nodig om hier, om in de liefde te vibreren. Een kapitein in een stille zee kan zichzelf geen kapitein noemen. Wou ze. Sowieso, ik ben een artiest. Ik ga altijd richting een nieuwe hoek. Ik wil altijd het verschil maken. Om eerlijk te zijn, toen ik begon met dit lied, was het corona-periode. We waren allemaal binnen. We broken idee, we lopen van Mikado. Wat kunnen we doen met dit lied? En Jonel, de zanger, met zijn grote kennis qua reggae, zei van, hey, we gaan reggae doen, want dat hoor je niet zo vaak in Suripop. Maar sowieso een reggae-style met Suripop-schaduw erin. En toen hebben we dat gedaan. Yes, man. Yes. Oké. Okay. Ja, maar mag ik even ook bedanken? Bedanken is zeer belangrijk. Zo, mag ik ook bedanken? Is het mogelijk om te bedanken? Ja, bedankt. Oké. Bij deze feliciteer ik jou. God bless. En we gaan door. Broer, gefeliciteerd. En ik bedank ieder. Kenia, love. Jonel, love. Fans, love. Familieleden, love. More Love Band, love. Suriname, love. Media, love. True Lobby, love. Blessings.